ben niet ziek geworden. Yes! We zijn op Kuala Lumpur Centraal. Het eerste wat op de planning staat is een klasje yoga. Ik dacht, dat moet ik wel echt weer even doen. Central in Kuala Lumpur. Ik stond net in de ochtendspits in de metro en bedacht me weer eens, dus toen ik tussen al die mensen stond, wat voor ontiegelijk gezegend mens ik ben dat ik dit gewoon kan doen. Gewoon een jaartje ertussenuit en reizen, zoveel mooie landen zien. Weet je, natuurlijk heb ik er hard voor gewerkt, maar in sommige landen, maakt niet uit hoe hard je werkt, ga je dat gewoon nooit kunnen doen. Waarmee ik alleen maar wil zeggen, besef je in wat voor gouden positie je jezelf bevindt. Je bent in Nederland, je hebt alle vrijheid om je leven in te richten zoals jij dat wil. Als jij het geld hiervoor wil sparen, weet je, misschien duurt het wat langer dan wat je zou willen, maar het kan, het is mogelijk. In sommige landen hebben ze die keuze niet eens, dus go for it. De metro hier is trouwens ontiegelijk futuristisch. Wauw, ergste yogales ever. Ik ben zo stijf na 4 maanden niks gedaan te hebben. Oké, tijd voor koffie en ontbijt nummer 2. Yo, dit is mijn tweede ontbijt. Het is vrij gebruikelijk in Azië om gewoon in de ochtend warm te ontbijten. Ik heb hier, ik denk dat het okra is, courgette of komkommer of zo. Daarachter kool en een soort van, hoe heet het? Bloemkoolcurry of zo. En daar heb ik nog 2 eitjes. Super lekker hoor, ik hou echt wel van warm ontbijten. Kijk nou hoe schattig. Ze hebben speciaal voor mij een mango lassi gemaakt zonder suiker. En ik krijg hem ook echt zo in een mason jar. Vet cute. Ik ben bij koffietentje Dr. Ink. Moet je kijken, en waarom heet het Dr. Ink? Drink. Ze hebben helaas geen decaf koffie, dus ik heb een theetje besteld. Kijk nou hoe schattig. Een potje. Super lief. En ik ben de Kuala Lumpur time-out aan het lezen. Dit is echt heel vet. Hier staan altijd gewoon toffe local hotspots en dat soort dingen. En dit is bijvoorbeeld een artikel over wat KL'ers, dus mensen die in Kuala Lumpur wonen, voor ontbijt eten. Super cool. Lol, dit krijg je dus als je geen menu met plaatjes hebt. Ik wist niet dat het echt zo'n sandwich was. Maar oh wel. Ik heb het nu eenmaal besteld, dus lekker opeten. Oh my god, het is inmiddels bijna 7:30. Ik heb hier letterlijk de hele dag gezeten. Zo chill is het. Oké, maar ik kom nu terug. Ik vind het niet heel chill om hier in het donker te lopen. Het is weer flink aan het regenen en onweren. Gelukkig hoef ik maar een klein stukje naar mijn kamer. En ik heb een paraplu. Zeg ik, de regen niet zo heel erg vindt als je maar gewoon onder een paraplu loopt. En niet een plassenstad met slippers. Oké, we're Death Wish Crossing. Oh my god. Oh my fucking god. Oh my god. Oké, dit was echt niet slim. Dit was echt heel dom. Die mensen hebben ook gewoon echt scheid aan je. In andere landen stoppen ze echt wel, maar hier nee. Gewoon nee. Oké, ik ga maar gewoon wachten hier. Zebrapad, hoe bedoel je zebrapad? Het is gewoon een weg en je mag blij zijn als je mag oversteken. Als er nog ergens tussen de auto's ruimte voor je is. Kijk, oké, nu is de weg gewoon helemaal leeg. Chillings. Net was ik gewoon een beetje dom aan het doen, want ik liep achter een local aan. Maar die was ook gewoon dom aan het doen. Maar ik dacht echt, die vrachtwagen gaat stoppen. Ik ben terug op de kamer. Ik ben serieus geschrokken van wat er net gebeurde. Kijk, tuurlijk is het dom dat ik zomaar achter iemand aanloop omdat het een local is. Alsof hij het altijd zo goed weet of whatever. Maar even serieus, die wegen hier zijn zo annoying. Er is gewoon absoluut geen ruimte voor voetgangers. Ik moet gewoon nog voorzichtiger doen. Ik heb mij even omgekleed, want ik moet echt even de was doen. Ik heb deze keer maar 5 shirtjes mee in plaats van 7. En die zijn nu dus op. Maar check deze skijt aan de maatschappij combo. Gewoon Marvel shirt. Sterretjesbroek. Oké, die sterretjesbroek en die sandaaltjes vind ik nog wel kunnen. Maar dit bij elkaar. Lekker. Ik ben echt net zo'n 3-jarig kind die gewoon allemaal random dingen uit de kast heeft getrokken. Tijd voor het avondeten. Dit is de ene helft. Het zijn, hoe heet het ook alweer? Long beans. Kousenband. Kousenband met gebakken ei. En de andere helft van het avondeten. Kool met ei. Ik moet zeggen, ik had net een hapje hiervan genomen. Het is zo smaakvol. Een beetje pittig. Heel veel knoflook. Super lekker.
Even een wasje doen. Ik zet even een timer op 20 minuten en dan kan ik daarna nog even terugkomen. Maar nu kan ik gewoon in Chinatown gaan rondlopen. Waar ik je dit kan laten ruiken. Het ruikt hier zo lekker fris. Woehoe. Ik heb ook een badpak gekocht. Super vet. Voor, raad maar, 4 euro. Ik ben mijn bikini vergeten. Ik had hem niet meegenomen. En morgen gaan we naar de Sunway Lagoon. En dan moet ik toch zwemkleding hebben. Dus ik heb deze gehaald. En ook nog natuurlijk naar Perhentian Islands. Ik vond hem echt wel heel leuk. Moet je kijken dit. Super cool. 4 euro. Epic. Ik zit weer in mijn smurfenmodus. Deze ga ik er zo meteen afhalen. Wauw, die aap heeft dus net dat doosje gestolen van deze mevrouw. Wil je mee morgen naar de Sunway Lagoon? Abonneer je dan. En dan zie ik je morgen weer. Welterusten.